De Hennepen in Tiel. Het is zaterdag 24 oktober, een paar minuten over 5 s'nachts. De camera registreert een enorme flits en ineens rent er iemand weg. Het zijn maar een paar seconden en daarom laten we de beelden nog een keer zien. De beelden konden we dus nog niet zien, maar er is dus een auto in brand gestoken. En op een foto die we hebben, daar zien we dat de schade enorm is. Ja, op de foto is te zien dat die auto volledig is uitgebrand. Die is ook totaal los verklaard. Die brand heeft ook een enorme impact gehad op de eigenaar van die auto. Maar ook zeker op de mensen die in de woning naast die parkeerplaats wonen. Die brand is namelijk zo heftig geweest dat ook de schutting van die woning in brand is gevlogen. En de bewoners die moesten op blote voeten hun huis uitvluchten. Ja, en het is heel vroeg gebeurd, om 5 uur 's ochtends. Hoe kan de kijker jullie daarmee helpen? Nou, om te beginnen willen we de kijker vragen om goed naar dat beeld te kijken. Misschien valt er iets op aan de manier waarop die persoon wegrent. Daarnaast willen we vragen of iemand in de buurt van de Hennepen iets vreemds gezien heeft op die 24 oktober, die dat nog niet met ons gedeeld heeft. Mogelijk zijn er meer mensen in die omgeving die over een camera beschikken. En misschien is daar de dader ook wel op te zien. Dus we willen mensen vragen om die beelden eens na te gaan. Want misschien kunnen we daardoor de vluchtroute van de dader beter in beeld brengen. Ja, de politie zit voor u klaar als u weet wie die man is die na het brandstichten wegrent. Kijk nog even goed naar hem. Ook als u meer weet over deze zaak, bel de politie. Dat kan gratis op 0800 60 70. Anoniem melden kan ook via mail misdaadanoniem op 0800 7000.